Het gebruik van de battery packs en de oplader bij een CAT Prism. De CAT Prism wordt standaard geleverd met 2 battery packs. Aan de battery pack zit een stekker en op deze stekker bevindt zich een rode stip. Aan de zijkant van de pomp treffen we een klepje aan waar power bij staat. U ziet daar een rode streep en onze rode punt van de stekker moet zich daar recht tegenover bevinden. De pomp geeft nu aan powerpack goed. Een vol opgeladen accu zal minimaal 24 uur meegaan. Het opladen van de accu. Daarvoor hebben we onze oplader nodig. Aan de oplader bevindt zich ook weer de stekker met de rode punt. En op de battery pack treffen we ons contact aan met het rode streepje. Ook hier is het de bedoeling dat de rode stip en streepje zich recht tegenover elkaar bevinden. We zien het oranje lampje branden ten teken dat de battery pack nu wordt opgeladen. Het is de bedoeling dat de battery packs 1 keer per 14 dagen worden ontladen. Daarvoor drukt u op deze toets. We zien nu het gele lampje knipperen ten teken dat de battery pack wordt ontladen. Het opladen zal daarna automatisch hervat worden. In geval van nood kunt u de oplader ook aan de battery pack aansluiten die al aan de pomp aangesloten is. De battery pack wordt nu opgeladen terwijl de pomp gebruik maakt van de battery pack. Mochten beide battery packs onverhoopt defect zijn, dan kunt u als noodmaatregel de powerpack verwijderen en de netstroomadapter rechtstreeks op de pomp aansluiten. Ook dan zal de pomp aangeven netstroomadapter goed.